welkom bij MS Talk. Een hele bijzondere, want het is de eerste van een drieluik die we gaan maken. Dit is dit jaar, 2021, onze kerstspecial. En dat valt waarschijnlijk meteen op voor onze kijkers dat ik niet hier zit met Gerald Hengsman, maar ik zit hier met Ellen Kramer. Zij is arts in het Amsterdam UMC. En we gaan het hebben over stamceltransplantatie. En dat is zo'n danig groot en actueel onderwerp dat we gezegd hebben, we gaan daar een drieluik over maken. Dus ergens in het drieluik ga je zeker Gerald Hengsman nog aan het woord horen. Maar vandaag ben ik hier alleen met Ellen. Ellen, welkom. Fijn dat je mee wil doen. Zou je iets kunnen vertellen over jouw werk, over jouzelf? Wat is jouw achtergrond? Ja, dankjewel, Amanda. Ik ben Ellen Kramer, wat je al zei. Op dit moment ben ik verbonden aan het Amsterdam UMC, aan de afdeling hematologie. Maar in het verleden ben ik hoofd van het stamcellaboratorium en de stamcelferese, dus de afname van stamcellen, de afdeling die dat doet, geweest in Isela, in Zwolle. En daar moest ik op een gegeven moment mee stoppen, omdat ik zelf MS kreeg. En ik ben toen wel in die wereld actief gebleven. Dus ik ben nu nog steeds verbonden aan TRIP. Dat is een organisatie die kijkt naar de veiligheid van transplantaties en transfusies. En ik doe nog inspecties van centra in het Nederlandse taalgebied en in Duitsland. Ik mag wel samenvatten dat we een topper in huis hebben als het gaat om MS en over stamceltherapie. Hè? Als ervaringsdeskundige ook nog eens. Er is momenteel heel veel gaande over stamceltransplantaties. Kun jij als arts, of met al jouw kennis die jij hebt, ons vertellen wat dat nou precies inhoudt? Wat is nou een stamceltransplantatie? Ja, stamceltransplantatie, de naam zegt het natuurlijk al, van je transplanteert stamcellen. Daar zijn verschillende transplantatietypes. Waar wij het hier bij MS over hebben, is het transplanteren van je eigen stamcellen. Dus je eigen stamcellen worden afgenomen. Dat zijn jonge cellen die nog het vermogen hebben om uit te rijpen in verschillende richtingen. En de stamcellen die je bij MS gebruikt, zullen uitgroeien in rode bloedcellen, witte bloedcellen en bloedplaatjes. En wat je eigenlijk doet, je neemt de stamcellen, neem je af. En die stamcellen die blijven die worden ingevroren in de vloeibare stikstof. En die blijven bij min 196 graden bewaard, totdat je een chemotherapiebehandeling hebt ondergaan. En die chemotherapiebehandeling die vernietigt het grootste gedeelte van jouw eigen beenmerg. En niet alleen van je beenmerg, maar ook andere weefsels worden daarbij geraakt, krijgen daarbij ook een optater, om het populair te zeggen. En om het herstel beter te maken na die chemotherapiebehandeling, krijg je je stamcellen terug. Dus je stamcellen zijn eigenlijk niet hetgene, hetgeen wat je uiteindelijk beter maakt? Herstel. Nee, je herstelt zelf. En de stamcellen zorgen dat de periode dat je heel kwetsbaar bent, dat die zo kort mogelijk is. Eigenlijk is het een soort enorme geavanceerde bloedtransfusie. En ik gebruik ook altijd liever die term. Dat je een intensieve therapie krijgt, een intensieve immuuntherapie, zoals we die ook kennen als andere DMT's. Dat je een intensieve therapie mogelijk maakt met een geavanceerde vorm van bloedtransfusie eigenlijk. Oké, en even voor de duidelijkheid, hè. Stamcellen zijn cellen die nog niet volledig gevormd zijn, die nog heel veel andere soortige cellen kunnen worden. Ja, maar wij gebruiken voor de stamceltransplantatie bij MS, gebruiken we stamcellen die al ietsje verder zijn, die ook in bloed komen. Je gaat geen stamcellen uit het beenmerg oogsten. Dat kan wel, dan krijg je die net ietsje jongere cellen. Mm-hmm. Maar de stamcellen, we halen ze uit bloed. Dat doe je door het beenmerg te laten groeien. Je geeft medicijnen die het beenmerg aanzetten tot groei. En dat niet alleen, maar die ook zorgen dat die cellen ook de bloedbaan in willen. Dat ze niet per se in dat beenmerg willen blijven, maar dat ze ook het bloed in willen. En dan kun je
met een, ja, het is eigenlijk een soort geavanceerde centrifuge die we allemaal in de wasmachine hebben. En die je dan buiten het lichaam zet. En dan kunnen we dus de stamcellen, ja, verwijderen door dat bloed af te draaien. En je krijgt de rest van je bloed ook gewoon weer terug. Je rode cellen krijg je weer terug, je bloedplasma. We zuigen alleen die laag cellen af waarvan wij weten dat daar de stamcellen in zitten. En die worden ingevroren. Oké, en dat is dan bedoeld om uiteindelijk je herstel, dus je immuunsysteem, weer opnieuw te laten opbouwen? Niet alleen je immuunsysteem, maar als je beenmerg vernietigd wordt door de chemotherapie, dan raak je natuurlijk ook je rode bloedcellen kwijt. Die moeten ook weer opnieuw gevormd worden. Al die jonge cellen die in je beenmerg aanwezig waren en die uitgroeien tot rode bloedcellen, witte bloedcellen en bloedplaatjes, die moeten ook allemaal weer opnieuw uitgroeien. En dus dat moet allemaal na die chemotherapie of de immuuntherapie, moet dat weer herstellen. En daar krijg je je stamcellen voor. Oké, en even heel kort, maar stel je zou wel die chemotherapie doen, maar je zou je stamcellen niet terugkrijgen. Wat gebeurt er dan? Nou ja, dan herstel je veel minder snel. Dan wordt die, we weten natuurlijk allemaal dat mensen die terugkomen uit het buitenland en een stamceltransplantatie hebben gehad voor MS, dat die toch nog wel een tijdje na die transplantatie heel vatbaar zijn voor infecties. En die periode die wordt dan veel en veel langer. Ik heb het zelf wel eens meegemaakt dat we een patiënt wilden transplanteren en dat bleek dat het transplantaat, ja, in de vriezer heel goed was gebleven. Het groeide ook goed. Wij keken daar altijd naar, van kan het transplantaat ook weer uitgroeien? En dan bleek het in de patiënt toch niet goed uit te groeien om een of andere reden. En die patiënten herstellen wel. Alleen duurt die periode van herstel veel en veel langer. Dus eigenlijk is de naam voor de behandeling een klein beetje misleidend. Want je denkt, het is, de oplossing zit nu in die stamcellen, maar het is, eigenlijk zit de oplossing in die chemotherapie, begrijp ik. Eigenlijk zit die oplossing in, afhankelijk van het protocol wat je hebt, chemotherapie of een net wat sterkere immuuntherapie. Sommige van die chemoprotocollen die hebben beide effecten. Hè? Dat is chemotherapie, die ook nog heel erg ontstekingsremmend zijn, zoals onze welbekende medicatie dat ook is. En daar zit inderdaad de crux. Het is niet zo als je stamcellen krijgt van een donor. Bijvoorbeeld als je een acute leukemie hebt, dan krijg je stamcellen van je broer of je zus. Dan zijn het de stamcellen die zorgen dat je beter wordt. Als je stamcellen van jezelf krijgt, is het gewoon een ondersteuning voor de behandeling die je ondergaat. En die anders jou heel erg kwetsbaar zou maken voor een lange periode. Duidelijk. Maar het klinkt best heftig, hè? Een chemotherapie die je beenmerg vernietigt. Hoe gevaarlijk is zo'n behandeling? Of wat zijn de bijwerkingen? Nou, het is natuurlijk ook heel heftig. En het is ook een behandeling waar je niet al te lichtvaardig over moet denken. Want de chemotherapie, ja, het vernietigt wel je beenmerg, maar niet je hele beenmerg. Dus er blijft altijd wel een restant achter. Maar chemotherapie beïnvloedt natuurlijk ook je andere sneldelende cellen. Dus heel veel mensen krijgen toch haaruitval. Je kunt tijdelijk je smaak verliezen. Je kunt tijdelijk je reukvermogen verliezen. Je kunt darmproblemen krijgen en ja, je kunt onvruchtbaarheid krijgen, in ieder geval voor een periode. Het heeft wel behoorlijke bijwerkingen. Je moet er ook niet al te lichtvaardig over denken. Ja, en ik kan me ook voorstellen dat zeker in die periode na zo'n chemo, hè, in de tijd dat je dan je eigen stamcellen terugkrijgt, als je dan een infectie krijgt, dat dat wel eens heel gevaarlijk zou kunnen zijn. Klopt dat? Ja, dat kan. Nou wordt iedereen natuurlijk relatief geïsoleerd verpleegd. Je gaat niet meteen de bus in of de trein in. Zeker nu niet. Je wordt niet meteen met openbaar vervoer naar huis gestuurd. Ja, daar kan je ook nog over discussiëren. Hè? Want je kan ook nog zeggen van ja, maar in het ziekenhuis zijn er heel veel infecties. Dus misschien ben je wel veel beter af thuis. Dat zou zomaar kunnen. Alleen, je moet dan ook nog naar huis. En in de bus of in de trein zit je niet zo best. Nee.
Maar, maar iedereen wordt natuurlijk wel behandeld met antibiotica. Sommigen ook met antivirale middelen. Waardoor je de kans op infecties zo klein mogelijk houdt. Maar inderdaad is die periode ben je heel kwetsbaar. Ja, en hoe lang duurt zo'n traject? Hè? Van het moment dat je stamcellen worden afgenomen, dan de chemokuur, dan het herstel. Hoe lang ben je zoet met zo'n behandeling, om het maar zo te zeggen? Nou, dat varieert van centrum tot centrum. Er zijn centra die nemen de stamcellen af. Het mobiliseren van de stamcellen. Hè, dus dat is het stamcellen laten uitgroeien in je eigen beenmerg, zodat je ze in het bloed kan afnemen. Dat kan meestal wel in een paar dagen, als je gezond bent. Wij zijn natuurlijk geen patiënten met een leukemie. Patiënten met leukemie hebben al veel chemotherapie gehad. En chemotherapie doet ook wat met je beenmerg. Dus die mensen zijn vaak veel moeilijker te mobiliseren. Daar zijn we soms wel 5 dagen mee bezig. Bij relatief gezonde, zoals wij, met gezond beenmerg, laten we die nuance maken, kan het vaak wel in 1 of 2 dagen. En er zijn centra die dan na 1 of 3 dagen de eigen cellen alweer teruggeven. En nadat je voorbehandeld bent en met je chemotherapie. En de cellen dan dus vers geven en niet invriezen. De meeste centra laten daar even 1 of 2 weken tussen. Dus daar zit de variatie. Maar na je transplantatie duurt het ongeveer 1 maand voordat je weer, meestal krijg je na 1 of 10 dagen weer voldoende rode of bloedplaatjes. Dat is vaak de eerste die weer terugkomt. Die zijn heel gevoelig. Dan beginnen ook je rode bloedcellen weer uit te groeien. En na 1 maand wordt die kans op infecties meestal ook weer wat minder. Oké, dus het is geen wekenlange chemokuur, wat je wel eens hoort in het geval van kanker bijvoorbeeld. Echt kortstondig hard aanpakken. Bij kanker is het natuurlijk zo dat we maken wel gebruik van dezelfde chemotherapieprotocollen. Mm-hmm. Rondom die transplantatie. Maar bij de leukemieën is het zo dat patiënten meerdere chemokuren krijgen en dan pas toekomen aan de transplantatie. Duidelijk. En dan denk ik een vraag die bij heel veel mensen reist. Voor wie is zo'n behandeling, want hij is nogal intensief, voor wie is dit nou geschikt? Is het bij iedere MS-patiënt te doen of wie komen daarvoor in aanmerking? Bij wie werkt het best? Ja, dat weten we eigenlijk nog niet helemaal. Want MS is natuurlijk een hele lastige ziekte. En ook een hele lastige ziekte om te kijken bij wie bepaalde medicatie nou effectief is. Want waar je naar gaat kijken is hoeveel sjoeps heeft iemand. En als je voor een behandeling maar 1 sjoep per jaar hebt en je gaat een behandeling doen, dan moet je heel veel jaren meten om te kijken of het aantal sjoeps nou afneemt. Dus je bent heel lang bezig met onderzoeken. Wat we al wel weten uit de studies die tot nu toe zijn gedaan, dat het bij mensen bij wie die MS heel actief is, die heel veel sjoeps hebben, vooral ook onder de medicatie waarvan we nu weten dat die erg effectief is, dat die er veel baat bij hebben. Dat weten we al. We weten ook dat bij sommige patiënten met progressieve MS, die kunnen er, met name secundair progressief, die kunnen er baat bij hebben, maar we weten niet precies voor wie dat geldt. En we weten ook dat er mensen zijn bij wie het geen effect heeft. Dan kan je natuurlijk zeggen als patiënt, van dat heb ik er wel voor over, want nu heb ik geen effect en dan heb ik misschien effect. Maar we weten ook dat er een subgroep patiënten is die er slechter van wordt. Mm. En we weten nog niet helemaal wie dat zijn. En dan kom je op het punt, en dat herken ik ook uit mijn eigen praktijk van vroeger. Ik ben natuurlijk heel lang dokter geweest zonder dat ik zelf MS had. Ik was vrij oud toen ik die diagnose kreeg. Dus ik weet ook hoe het voelt om aan de andere kant te staan. En als dokter ben je minder bereid om een risico te nemen dan als individuele patiënt. Als dokter leg je een eed af om je patiënt te helpen, maar ook om die niet te schaden. En als je dan weet dat iemand die jij gaat behandelen, gaat transplanteren, 30% kans heeft om er slechter van te worden, dan doe je dat niet zo gauw. Mm-hmm. Als ik als patiënt
weet dat ik 30% kans heb om er beter van te worden, is dat voor mij een hele grote kans. Ja. Daar ligt een verschil. Ja, dus dat is eigenlijk een heel bijna ethisch dilemma waar je voor komt te staan. Ja, maar de mensen met hele actieve MS die snel achteruit gaan, die niet reageren op de meest effectieve medicijnen die we nu kennen, daarvan weten we nu, vandaar is het zeker effectief. Oké, dus ik proef je uit op het moment dat je eigenlijk nog aardig vooruit kunt, dat je goed rekent op je medicatie, dat je shoops onder controle zijn, dan is dit iets wat je niet al in overweging moet nemen. Nou, dan is het, ja, ik weet het niet, daar heb ik gewoon geen antwoord op. Dan weten we gewoon nog niet voor wie het effectief is. Ja, nou, ik twijfel er niet aan dat er ongetwijfeld heel veel onderzoek naar gedaan wordt op het moment. En dat de wereld daar druk mee bezig is. Ik vond je verhaal heel helder. Ik begin het te snappen, want ik kom het natuurlijk vaak tegen en je hoort er veel over. En nu is mijn is heel veel duidelijk geworden. Zijn er nog dingen waarvan je denkt, nou, dit wil ik nog heel even delen. Ik heb nu de kans, dit moeten de mensen die dit overwegen of die erover nadenken of die ermee zitten ook weten. Ja, er zijn een paar dingen. Er wordt op dit moment heel veel onderzoek gedaan, dat klopt, in de wereld. En vorig jaar was het zo dat er gekeken is van wat wordt er nu gedaan aan onderzoek. En toen is de conclusie geweest dat stamceltransplantatie altijd een heel langdurig proces is, waar je maar heel weinig mensen in studies kan brengen. En toen is er eigenlijk afgesproken, laten we nou alle onderzoeken die er gebeuren, in ieder geval in Europa en in Amerika, bij elkaar voegen, zodat we sneller onderzoek kunnen doen. Dus dat wou ik in ieder geval delen, dat er aan de kant van de wetenschappers heel veel druk is om de mensen gewoon wel heel snel, zo snel als mogelijk, maar veel sneller is niet mogelijk, toch dat antwoord nog duidelijker te krijgen van voor wie helpt het ook. Tweede wat ik nog kwijt wil, is dat er nog veel meer onderzoek gebeurt, ook naar andere soorten stamceltherapieën. En dat het soms de moeite waard is om even af te wachten. Van is er misschien een behandeling die, nu ik nog goed reageer op DMT's, over 5 jaar kansrijker is. Kun je voor mensen die het niet weten even toelichten wat DMT's zijn? DMT's, de huidige MS-medicatie. Ja, sorry. Ja. Dus misschien komt er nog wat in de toekomst. En is het de moeite waard om daar nog even op te wachten? Ja. Dat weet ik niet. Maar als je nu heel goed reageert daarop, ja, dan kan dat een overweging zijn. Ja, het is ook iets waarvan we denk ik moeten adviseren dat patiënten dit altijd even met hun eigen neuroloog en eigen behandelneuroloog moeten bespreken. Zeker. Ja, zeker. Ik weet zeker dat er nog vragen zijn aan de andere kant. Mensen die luisteren of kijken. Dat is ook de reden waarom dit slechts aflevering 1 is en er nog 2 afleveringen volgen. En ik wil je heel erg bedanken voor je expertise en je ontzettend heldere uitleg. Ik denk dat er veel is duidelijk geworden. Over een paar dagen nadat het online is, komt aflevering 2. Dus hou onze socials in de gaten. Zijn er nou mensen die heel erg specifiek vragen hebben over dit onderwerp en dit graag nog behandeld willen zien? Er komen dus nog 2 afleveringen, dus reageer even onder het bericht. Dan kunnen we eventueel je vragen nog meenemen in de afleveringen die we nog gaan opnemen. En dan nogmaals heel erg bedankt voor je toelichting. En de kijkers en de luisteraars zie ik binnenkort weer. Dankjewel.